Stukje streamen voor het delen met de Bite Rarals. Jullie zijn er niet op de show. Je mag gewoon je verhaal vertellen. We zijn even hier met de Wes Method Masterclass bezig. Public Speaking IQ verhogen. Jullie hebben geoefend. Jullie hebben twee rondjes gehad. We hebben de hele ochtend gehad. En wat heb je gemerkt? Wat is je opgevallen? Nu je die, wat is het, een halve minuut hebt gesproken. Wat heb je bij jezelf gezien? Wat heb je bij anderen gezien en gehoord? Share, please. Bij mijzelf merk ik dat het comfortabeler voelt dan de eerste keer. Me bewuster ben van waar ik mee bezig ben. En hoe ik praat. En mijn bewegingen wel of niet heb. En dat de beginstappen heel belangrijk zijn. En dat er nog niet volledig in zit bij mij. Dat ik toch nog merk van, oh ja, dat stukje ben ik net even vergeten. Ja. En is het dan niet mooi dat je de overgang hebt gemaakt van niet bewust zijn naar nu te zeggen, oh ja, dit mis ik dan. Want eerst wist je dat niet en je deed het en het was gewoon part of your speaking quality. En nu voel je van, hé, hey, als ik dat nog even, dan zit ik beter. Dankjewel. Ja. Iemand anders? Wat heb je gemerkt bij jezelf, bij je ander? Ik merk dat het heel duidelijk veel meer rust focus. Veel meer rust focus, oké. Ja, maar ook nog meer mezelf kunnen hebben. Ik vind dat ik het altijd wel ben. Maar nu merk ik gewoon dat ik het ook echt hoor. Maar wat is... Dat komt, ja, wil, ja. Door de feedback. Door de feedback? Maar het komt ook door met opzet dingen te laten. Ja, dat is, ja. Een verhaal vertellen, daar denk ik eigenlijk niet meer over na. Nu moet ik erover uit. En dat krijgt een heel ander... De verhalen worden heel anders. En ik voel me veel meer thuis. In mijn verhaal komt het beter over. Ik merk dat ik hoef niet. Oké. Nice. Mooi. Wat nog meer? Wat, nee, ik zak af. Je zak af, wat bedoel je? Nee, ik heb geen echt contact met jullie als ik kan praten ben. Ik ben in de lucht aan het zoeken naar tekst als het ware. Dus ik ben eigenlijk heel erg afgeleid. En wanneer ik zat op een gegeven moment naar mijn hoofd te kijken, toen moest ik ontzettend lachen. Yeah. Want ik zat inderdaad. En dan word je weer bewust van wat je eigenlijk aan het doen wil. Ja, en dat mag je natuurlijk niet laten gebeuren. Ja. Ik ben een beetje aan het juist andere kant op aan het gaan. Oké. Okay. Ja. We hebben iets wat wij ervaren, hoor. Dat is ook wel interessant, hè? Wij ervaren. Ik vind het ook, ik vind het. Ik zag dat je daar even mee worstelde, maar het was niet voor mij van de afwaartskaart waar je aan beschrijft. Zo had ik het heel veel niet. Ik denk dat ik me te veel bewust. Ik zit wel heel erg in mijn hoofd. Dat voel ik wel. Dus ik, mag, ik moet het bij mij niet moeten hoor, maar nog meer aarde nog. En ik ben te bewust van hoe jullie kijken ook. Dus dat is nog niet... Nou wacht even, misschien, je zegt het zo en ik denk dat je het anders bedoelt. Je geeft een andere betekenis aan hoe ze kijken dan hoe zij het beleven. Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Want jij zegt dat je bergafwaarts gaat, en zij zegt, nee, dat zien we helemaal niet. Ik had het pas in tweede instantie door, maar de manier was gewoon naar haar aan het kijken. Ja, dat mag nu. Dat is niet, volgens mij is het niet wat jij wil, gewend bent. Zou toestaan, die zou altijd zeggen, waar kijk je naar? Ja. Maar hij was gewoon aan het observeren. En ja, dat was even ver, maar dat deed aan de kracht van het verhaal. En dat deed dat niet. Ik vind dat jezelf dat sterk voorbeeld. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dat is wel zeker waar. Dat ja, is het. Absoluut. Dat is streng voor mezelf. Ja. En dit is waarom ik duidelijk het verschil dan zie tussen de eerste drie stappen volledig hebben meegemaakt of een deel hebben meegemaakt. Ja, klopt. Nu zie je dat terug. Want jullie weten nu echt dat misschien voel je dat zelfs in je cellen, dat die eerste drie stappen alleen maar om jou gaan. Ja. Je hebt niks te maken met het publiek. Wat ze ook vinden van wat je aan het doen bent, dat moeten zij weten. Op het moment dat je begint te spreken, dan draai je het om en dan gaat het om het publiek. En
Patricia zit nog in dat stukje. Ja, ja als ik dit doe, als ik dit doe, dan dat en zus en zo. Je geeft allemaal betekenissen aan terwijl je niet eens die informatie hebt. En inderdaad, dat is streng zijn voor je. Ja. Dat is oordelen. Ja. Dat klopt, dat is ook zo. Ja. Nou. Dus dat mag je loslaten. Ja. Wat nog meer? Wat ik fijn vind qua gevoel is, als je zo bewust bezig bent met aarding, en je gaat dan weer uit je rol, of in ieder geval uit je presentatierol, dat je het nog steeds voelt. Ja. Dat vind ik een lekker gevoel. Ja. Ja. Dus je hebt meer controle over je overall state of mind, right? Ja. Nice. Oké. Okay. Dus je zou kunnen zeggen dat je overal meer confidence hebt in alles wat je doet. Ja. Dat laat je niet meer los, omdat het is echt een bewust gekozen, met opzet zoals ze dat zeggen, gekozen staat. Is er nog iets anders gebeurd wat jullie opgevallen is? Ja, het verschil tussen het binnenkomen hier en nu al na een paar uurtjes, wat we hier met z'n allen nu al hebben bereikt. Mm-hmm. Dat vind ik echt heel mooi om te zien van hoe snel het eigenlijk gaat. Ja. Oké, okay, nou, dit is zeg maar, het eerste gedeelte wil ik niet zeggen, maar we hebben nu een begin gemaakt met het spreken. Straks komt de scan nog, hoe scan je je publiek. Straks komt hoe loop je als je spreekt op een podium. Ga je ijsberen of ga je met je handen? En dan de move nog. En dan nog langer spreken, zodat je de spanning vast kan houden. En ik hoop dat we richting 15 minuten kunnen. Dat iedereen 15 minuten spreekt. Ik hoop het, maar dat kan ik niet voorspellen. Nou, dit is even jullie een kijkje hebben mee kunnen krijgen van wat we hier aan het doen zijn. See you next time.